het hoofdstuk over energie. Elektriciteit kan op verschillende manieren worden opgewekt. Hier zie je een stuwmeer en een waterkrachtcentrale. En het stromende water heeft energie omdat het een hoogte heeft. En dat is zwaarte-energie. Die wordt vervolgens omgezet, die energie. En hij krijgt dan het water bewegingsenergie. Vervolgens in de generatoren en de waterkrachtcentrale wordt elektrische energie opgewekt. Dus daar wordt de bewegingsenergie omgezet in elektrische energie. Bij de generatoren, de grote dynamo's. Nou, de energieomzetting die kun je weergeven in een energiestroomdiagram. En tijdens de omzetting blijft de totale hoeveelheid energie gelijk. Dus er gaat geen energie verloren. Wel wordt er, zoals hier bij de lamp te zien is, een groot deel niet nuttig gebruikt. Nou, dit is de energie die erin gaat, de achterkant van de pijl. In dit geval is dat uiteraard elektrische energie. Aan de voorkant van de pijl, daar zie je dus de nuttige energie licht en de niet nuttige energie warmte. En in totaal is de energie die erin gaat dus gelijk aan die eruit komt. Dat is de wet van behoud van energie. Hier zie je een type plaatje van een afwasmachine. En als je de elektrische energie wilt uitrekenen, kan dat met de formule E is P keer T. Want de energie die hangt af van het vermogen en de tijdsduur. Nou, hier wil ik weten hoeveel elektrische energie de afwasmachine in 75 minuten gebruikt. En er staat joule. Nou, dan moet je E is P keer T doen. Dan doe je het vermogen in watt keer de tijd in seconden. Dus we maken van die 75 minuten seconden keer 60 en doen hem keer 1930. Dan wordt er nog kilojoule gevraagd hier, als het deze is. Dus ik heb hier eigenlijk 3 nullen achter. Ik deel hem door 1000 en dan is dit mijn antwoord. Als je een kilowattuur wilde uitrekenen, deed je 1,93 kilowatt keer 1,25 uur. Aantal kilowatt keer het aantal uren. 1 watt is trouwens 1 joule per seconde, want als je de formule omschrijft, E is P keer T, naar P is E gedeeld door T, dan zie je dat E een joule is, en T een seconde, dus watt is eigenlijk joule per seconde. Nou, de stralingsenergie van zonlicht kan gebruikt worden om elektrische energie op te wekken met behulp van zonnepanelen, zonnecellen. Kijk dadelijk naar het rendement. Biobrandstoffen, dat zijn vaak houtachtige stoffen, die kunnen ook gebruikt worden om elektrische energie op te wekken in een elektriciteitscentrale. Dan wordt dat hout, die snippertjes, verbrand. Met die stoom wordt een rad aangedreven, een turbine, een generator, een dynamo, die wekt de elektrische energie op. Uit planten kan ook ethanol worden geproduceerd en deze bioethanol die wordt vaak in brandstof toegevoegd voor auto's. Beetje zonde als dat voedsel is. Nou, zure regen. Steenkoolcentrales bijvoorbeeld, die zijn erg vervuilend. Die produceren zure regen. Dus wat je hier ziet is een zwavelverontreiniging. Zwaveldioxide komt in de lucht. En wat je ziet is, samen met regenwater levert dat zwavelzuur op. En die zure regen die ontstaat, die beschadigt bomen. Vissen gaan dood, gebouwen raken beschadigd. Dus steenkool is de minst goede fossiele brandstof. Nou, het broeikaseffect. De atmosfeer die werkt eigenlijk als een deken en die houdt de warmte vast. Dus we hebben die CO2 wel nodig. Maar als er een toename is, bijvoorbeeld door meer industrieën, meer auto's, meer stoken in huis, dan wordt de aarde steeds warmer. En de temperatuur zal dus gemiddeld gezien stijgen, de poolkappen smelten, een hogere zeespiegel, met alle gevolgen van dien. Nou, nu kan er dus ook onder bepaalde weersomstandigheden smog ontstaan. In Bangkok bijvoorbeeld zie je dat nogal veel. Nou, volgende sommetje over een dompelaar, zeg maar een soort waterkokertje. Vermogen is bekend, de spanning is bekend, de stroomsnelheid is bekend en de tijd. En dan wordt gevraagd hoeveel energie is na 200 seconden omgezet. Nou, dan kunnen we kilowattuur of joule gebruiken. E is P keer T. Het aantal watt keer het aantal seconden en je hebt het aantal joule. 92.000 joule, oftewel 92 kilojoule. Je had ook kilowatt keer uur kunnen doen, maar omdat je hier
maar een beperkt aantal seconden hebt, is joule makkelijker. Dus bij warmte gebruik je eigenlijk altijd die joule. Dan zwaarte-energie. Als gevolg van de zwaartekracht stroomt water naar beneden. Dat hebben we in het begin gezien. En dat naar beneden stromende water bevat energie. En dat hangt af van hoeveel water naar onder stroomt en de hoogte. Dus kijken we naar de formule, dan zien we bij de zwaarte-energie ook voor de hoeveelheid water de massa en de hoogte. Nou, op aarde krijgt dit meer energie dan op de maan, omdat die G hier 10 is, de maan maar iets van 1,7. Dus EZ, de zwaarte-energie, oftewel de potentiële energie, is M keer G keer H. Die G is dus 10 newton per kilogram. Het rendement even bekijken. Hier hebben we een lamp, een gloeilamp en een spaarlamp. En we zien 4 watt licht komt eruit en 100 watt vermogen neemt die op. Dan is het rendement het nuttig vermogen, pardon, gedeeld door het totale vermogen. 4 gedeeld door 100 keer 100% 4%. Bij de spaarlamp, als er evenveel vermogen ingaat, komt er 5 keer zoveel nuttig vermogen uit. Dus ik kan 5 keer 4 is 20 doen. Of ik zeg 20 nuttig gedeeld door 100 keer 100% is 20%. Nou, nu zijn er 2 formules. Het rendement is, je mag kiezen welke het zijn. De nuttige energie gedeeld door de totale keer 100%. Maar je kunt ook de vermogens pakken. Nou, in dit geval zie je de vermogens staan. Dus je zou die met P moeten pakken. Dan staat hier bijvoorbeeld joule en daar joule en daar joule. Dan pak je E. Dan staat er weer per seconde achter, dus hier staat overal joule en het is per seconde. Dan mag je weer de P pakken, want 1 joule per seconde is 1 watt. Als je nou de elektrische energie moet uitrekenen, kan het met E is P keer T. Maar als je dan, zoals hier bij die bel, geen P hebt, moet je eerst P is U keer I doen. En dan wordt die E is P keer T, de formule E is U keer I keer T. Het aantal volts keer het aantal ampère. Keer het aantal seconden, 24 joule. Dus je kunt ook eerst P is U keer I doen, 8 keer 0,6, en dan E is P keer T. Hier zie je nog een voorbeeld, de tijd staat in minuten, maak er altijd seconden van. Dan kun je P is U keer I doen, en dan E is P keer T. Of je doet het invullen en dan wordt het E is U keer I keer T. De zwaarte-energie van een piano wil ik weten, de massa is bekend en het hoogteverschil is bekend. Dan wordt het EZ is M keer G keer A, de massa in kilogram, keer 10 newton per kilogram, keer de hoogte. Dan krijg je joule uit, eventueel kilojoule ervan maken. Nou, de kinetische energie reken je uit met EK is een half mv kwadraat, dus de bewegingsenergie hangt af van de massa en van de snelheid. En die moet in het kwadraat, dus hoe harder je rijdt, als je dan botst, hoe meer de energie is die vrijkomt, en wel heel veel meer als je harder rijdt, het kwadraat daarvan namelijk. Nou, hier is EK een half keer M keer V, die moet een meter per seconde in het kwadraat, 7,2 joule. Bij de geweerkogel staat er grammen, dus dat doen we een half keer, deze delen door 1000. Keer V kwadraat. Bij de vrachtauto doen we EK is een half keer M, 35.000, keer niet 81, die deel je door 3,6 en dan heb je de meter per seconde in het kwadraat. Je kunt er uiteindelijk ook door hem te delen door een miljoen megajoule van maken. Nou, hier een stoere kerel, snelheidsmaniak, die op de rolschaatsen van een achtbaan afgaat. Hij gaat vanaf 32 meter hoogte naar onder, zijn massa is 80 kilogram. En dan wil ik de snelheid weten onderaan die helling. Nou, de hoogte is bekend. G is 10 newton per kilogram en de snelheid wil ik weten. Als je nou EK is een half mv kwadraat wil doen, dan kom je niet verder. En EZ is M keer G keer H, daar kun je eigenlijk wel iets mee doen. Het handigste is om te zeggen, EK onder is EZ boven. Dus onder is zijn bewegingsenergie maximaal, boven zijn zwaarte-energie maximaal. Schrijf de formule op. De massa is niet van belang voor de snelheid, als er geen wrijving is, dus de m-streepje weg. En dan gaan we invullen, een half v kwadraat is
10 keer h, dus 320. En v kwadraat is dan 320 delen door een half, 640. V is dan de wortel van 640, 25,3 meter per seconde, keer 3,6, 91 kilometer per uur. Nou, het gebouw was gesloopt met een kogel, 1800 kilogram is de massa, en 2 meter hoog is die. Nu wordt gevraagd, toon aan dat de zwaarte-energie 36.000 joule is toegenomen. Ik wil ook de snelheid hieronder weten. Dus de massa is bekend, de hoogte 2 meter. Dan kunnen we de zwaarte-energie uitrekenen, 36.000 joule. Nou, dat lukt meestal wel. Lastiger is de snelheid. Dan kan ik het ook zo doen. Ik zeg EK is een half mv kwadraat. En die EK is die EZ. Ga ik hem invullen. 36.000 is een half keer 1800 keer v kwadraat. V kwadraat is 36.000 gedeeld door. Een half keer 1800 is 900. Wordt dus 40 en dan de wortel is 6,3. Je kunt ook wel hetzelfde doen als we net gedaan hebben. Een half mv kwadraat is m keer gk, streep je m weg. Dan v kwadraat is g keer h gedeeld door een half. En dan krijgen we dus 10 keer 2. 20 gedeeld door een half is 40. En dan de wortel uit 40 is 6,3 meter per seconde. Hier zie je een energiestroomdiagram van een natriumlamp. Als je het rendement wil weten, dan kun je de formule opschrijven E af gedeeld door E op. Of E nuttig gedeeld door E totaal. Dat is eigenlijk zeg maar hetzelfde. Dan pak je wat er nuttig wordt afgestaan. 118 gedeeld door 400 keer 100 is 29,5%. Het staat joule per seconde. Dus je zou eigenlijk ook de P kunnen opschrijven. En dan 118 watt delen door 400 watt. Nou, hier staan nog andere voorbeelden, maar de plaatjes ontbreken nou. Een zonnepaneel heeft een oppervlak van 4,5 vierkante meter en een maximaal elektrisch vermogen van 855 watt. Dit maximale vermogen wordt gehaald als het zonlicht 1000 watt per vierkante meter aan stralingsenergie levert. Bereken het rendement van de zonnecellen. Nou, het opgenomen vermogen is 4,5 vierkante meter. Keer 1000 watt per vierkante meter. Straling die de zon zeg maar levert aan vermogen. Nou, het afgestaande vermogen staat hier, 855. Dat is in totaal. Dan is je rendement 855 gedeeld door het totale 19%. Dus. Je kunt dus ook weer P nuttig delen door P totaal.